Na een transplantatie kunt u zich laten vaccineren. Na een transplantatie kunnen immunosuppressieve geneesmiddelen een impact hebben op de efficiëntie van vaccins. Een afgezwakte vorm van een micro-organisme of een antigen wordt ingespoten, zodat uw immuunsysteem die micro-organismen leert herkennen en bestrijden. We onderscheiden verschillende types vaccins. Geïnactiveerde dode vaccins, die dood en onschadelijk zijn. Geïnactiveerde recombinante vaccins, die slechts een deel van de virussen gebruiken. De antigenen ervan. Deze twee types vaccins kunnen worden toegediend na de transplantatie. Het gaat om vaccins tegen de griep, pneumokokken, hepatitis A en B, tetanus, difterie, kinkhoest. Er bestaat een derde type vaccins, levend afgezwakte vaccins. Dit vaccin is levend, maar veel minder sterk, zodat het u niet ziek maakt. Aangezien uw immuunsysteem eveneens zwakker is, wegens de immunosuppressieve behandeling, is het mogelijk toch niet sterk genoeg om het virus te bestrijden. Deze zijn dus gecontra-indiceerd na een transplantatie. Het gaat om de vaccins tegen tuberculose, mazelen, bof, gele koorts of het orale vaccin tegen polio. Aarzel niet om uw behandelende arts eraan te herinneren dat u immunosuppressieve geneesmiddelen neemt. Indien u op reis gaat en inentingen nodig hebt, raadpleeg dan zeker uw transplantatiearts.